Vier dagen na de prachtige zege in het bekertoernooi op PSV was de grote vraag of Feyenoord in Venlo dezelfde gretigheid, passie, beleving en wil om te winnen kon opbrengen tegen promovendus VVV. Het antwoord in Limburg werd eigenlijk snel gegeven. Nee. Over het geheel speelt Feyenoord gewoon nog niet goed genoeg. Te laag tempo. Feyenoord ook moeite om het spel te maken. Er is minder ruimte dan tegen PSV van de week. En het gaat allemaal moeizaam voor Feyenoord op het kunstgras hier in Venlo. Ja, ik denk dat de euforie van PSV ook wel weer een hoop verbloemt. Hè? En dan is het in de afloop natuurlijk iedereen in de gloria, in de Polonaise. En terecht dat je daar met 2-0 wint. Maar als je het puur voetballend bekijkt, is het natuurlijk ook niet zo dat Feyenoord daar PSV volledig ondersteboven heeft gespeeld. Het is puur op karakter en op inzet. En nu kom je bij VVV en dan moet je gaan creëren. En dan wordt het gewoon heel moeilijk. Deze ploeg creëert gewoon heel moeilijk. Feyenoord speelt niet goed hier in Venlo. Een schim van de ploeg die we woensdag als hongerige wolven PSV zagen opvreten. Feyenoord lijkt niet op die ploeg, ook al staan er dezelfde 11 opgesteld. Dat moet mentaal vermogen zijn. Dat moet met mentaliteit te maken hebben. Daar hoor je ook Verbeek, de oud-trainer van Feyenoord, wel eens over. Het moet met motivatie, met inspireren. Dat je ook in de cool, waar we nu zijn, op bij eerdere wedstrijden, dat je het ook in dat soort wedstrijden wil laten zien. En volgens mij is het geen onwil, en toch merk je dat er iets speelt waardoor Feyenoord alleen in topwedstrijden kan presteren. Maar waar blijven die kansen van de Rotterdammers? Zo komen ze er niet. Ja, er is creativiteit nodig bij Feyenoord en dat zien we in het eerste half uur nog niet genoeg. Het zit hem toch vooral in de manier van voetballen. Daar zit niet genoeg creativiteit in. Niet genoeg patronen waarin ze zo'n ploeg als VVV, wat toch een budget heeft van helemaal niets natuurlijk, kapot kunnen spelen. Die ploeg staat gewoon goed, heeft vier mensen achterin, zit er een verdedigende middenvelder voor en eigenlijk komen ze niet of nauwelijks in de problemen. Toch de voorzet nog, hij wordt overgeschoten. Hoog ook overgeschoten, van dichtbij door Van Krooi. Je houdt je hart af en toe vast, maar Feyenoord blijft op de been. Wel erg dat de insteek is na een uur spelen in Venlo. VVV, die waren gewoon veel beter in de duelspelen en veel scherper, veel feller. En tweede helft zie je dat wij wel wat meer gaan voetballen, maar uiteindelijk creëren we ook bijna geen kansen. Het is makkelijk om woensdag er te staan, want dan hoef je eigenlijk niemand op te laden. De scherpte is er vanaf minuut 1. En vandaag was dat totaal niet. En dat is een verschil wat te groot is. Ja, en daar ben ik verantwoordelijk voor, dat klopt. Penalty voor VVV, Ruud. Nadat Kastelen erdoor is, Feyenoord. Ja, loopt te snurken. Leemans achter de bal. Jones op de lijn. Leemans scoort. En hier in Venlo worden ze gek. Maar het feit dat Feyenoord zoveel punten achter, dat doet ook mij wel een beetje zeer, eerlijk gezegd. En het is te veel. Oké, dat is te verklaren. Maar nu, juist februari, de hele selectie is er. Van Bronckhorst heeft enorm veel te kiezen. Ze zouden VVV en de anderen zo moeten oprollen. En dan fluit Kamphuis af. Door de nederlaag in Venlo staat Feyenoord nu dus op 19 punten achterstand op koploper PSV en 7 op de nummer 3 AZ. In de strijd om de titel speelt Feyenoord nu al dus geen enkele rol. Zou het seizoen gered zijn als Feyenoord dit jaar toch de beker wint? Ja, dat is meteen het dubbele. Meer zit er niet in voor Feyenoord dan dat. Ja, vind ik wel. Ik bedoel, als je nou een van de twee prijzen wint, dan doe je het gewoon goed. En uiteindelijk is de competitie heel erg tegenvallend. Maar als je uiteindelijk dan derde wordt en je pakt de beker, dan is het misschien een teleurstellend seizoen geweest ten opzichte van vorig seizoen. Maar uiteindelijk ook weer niet zo slecht zoals het nu allemaal lijkt. En dat is de vraag. Leg je de lat dan hoog genoeg? Hè? Is Feyenoord dan de ploeg die tevreden is met 16, 17 punten achterstand en een beker? Want er is toch weer een beker gewonnen. Of moet je zeggen, ja, misschien is het wel beter als je die beker niet winnen. En dat dan een keer ook de vinger op de zere plek wordt gelegd.